Erwin van der Looy, aan de vooravond van de wedstrijd thuis tegen Almere City. Hoe staat de club, of hoe staat de selectie ervoor op dit moment? Nou, steeds beter gelukkig. Er komen weer jongens terug, dus we hebben wat meer te kiezen. Soef is terug van zijn interlands. Luca is weer aangesloten. Justin is erbij. We missen alleen Wiekhoff waarschijnlijk. Dat is nog een twijfel. Jis traint wel weer mee, maar is nog niet fit genoeg om bij de selectie te zitten. En Samburek, en voor de rest hebben we nog een paar. Wiekhoff is ziek, die is wellicht hersteld zondag. Ja, dat zal een twijfelgeval zijn. Hij was wat ziek, was vandaag weer voor de eerste keer. Dus we gaan kijken of hij zondag haalt. Soef die zou dan op de plaats van Limbombe kunnen spelen, waar die in ongenade is gevallen. Waarom? Je stelt twee vragen in één, maar Soef zou daar kunnen staan op de positie van Limbombe. Dat heeft hij ook tegen Zwolle gedaan. En om antwoord te geven op je tweede vraag, Limbombe is in ongenade gevallen, dat klopt. Helaas hebben we die beslissing moeten nemen. Soms gebeuren er dingen waarvan je zegt, van die kunnen we niet accepteren. En dit was zoiets en wat dat is, houden we natuurlijk intern. Je hebt na die wedstrijd tegen Beck, waar je nog een heleboel van kan leren, nog een oefenwedstrijd gespeeld. Ja. Die ging beter. Ja, bij Vlagen ging die beter, gelukkig wel. Dus kijk, we hebben nu vier wedstrijden in de competitie gespeeld, waarvan we drie voetballend behoorlijk in niveau hebben gehaald. En dat je dan van PSV verliest en van Willem II niet wint, is wel vervelend. Maar daar zat wel, qua spel was het prima. Dat was tegen Zwolle niet zo. Toen vond ik dat we niet goed op het veld stonden, niet met de goede energie. Maar ook niet in de druk zetten, goed genoeg waren, niet agressief genoeg. Dat hadden we tegen Utrecht in die oefenwedstrijd wel weer beter voor elkaar. Alleen ja, het duelleren, het blijven duelleren, er volop blijven zitten, dat blijft een aandachtspuntje voor ons. Dus het is belangrijk dit weekend, ook weer tegen Almere. Is dat een kwestie van het collectief of zijn er individuele spelers die er bovenuit staan? Nou, het begint altijd met het collectief. Hè, dus hoe we met elkaar en hoe je elkaar helpt om dingen voor elkaar te krijgen. Maar soms zit het ook wel bij individueel jongens dat het net even wat agressiever kan. Even wat steviger, wat mannelijker. Dat hoort ook bij voetbal. Geldt dat dan voor de achterhoek of juist voor de vorm? Nee, dat gaat voor het hele team. Dus dit druk zetten doe je met het hele team. En vaak sturen we de bal naar de zijkant. En daar moeten we ze dan niet meer laten ontsnappen, zeg maar. Tegen Almere City, ja, daar moet je winnen. Die druk wil je als trainer eigenlijk niet voelen, want elke wedstrijd is voor jullie hetzelfde. Maar de buitenwereld voelt het anders, dat begrijp je toch zeker wel. Ja. Drie punten, ja, die worden hier verwacht in Almelo, hè? Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus, en daar gaan we ook voor spelen. Alleen, je krijgt nooit geen garanties dat je drie punten hebt. Dus, maar we zullen daarvoor spelen. Dat hebben we ook tegen Willem II hier thuis gedaan. En dat moeten we gewoon uitstralen van minuut 1. En daar moeten we gewoon goed voor zijn. Dan moeten we weer een niveau hebben wat we tegen Sparta en PSV hadden. Dat moeten we laten zien. En ik begrijp dat mensen dat verwachten. Maar ik wil niet zeggen dat het makkelijk wordt. Want je moet Almere ook niet onderschatten wat dat betreft. Ja, die hebben er ook wat versterkingen bij gekregen. Ja, die hebben goede spelers erbij gehaald natuurlijk. Met Haaien en met Tahiri. Daarbij hebben ze voorin nog een goede spits erbij gehaald. Een fysiek sterke jongen. Dus hebben we ook de laatste wedstrijd tegen Groningen echt wel beter gespeeld dan de wedstrijden daarvoor. Dus ja, we moeten natuurlijk met een schuin oog naar Almere kijken wat zij doen en hoe ze doen. En daar hebben we ook een plan natuurlijk op verzonnen. Maar we moeten ook vooral naar onszelf kijken, hoe wij op het veld staan hier. Zorgen dat meteen weer het publiek ook het gevoel krijgt van ja, zie je dan, daar staat een ploeg die wil winnen. En hopelijk gaat het publiek dat dan ook oppikken en ons ook steunen. Gaan we doen. All right. Dank je.